van Klaveren was de beste bokser die het Nederlandse volk ooit heeft voortgebracht. En hij is nog steeds de enige Nederlander die Olympisch kampioen is geweest. In 1928. Handje geven en een handje dit en handje dat, dan worden allemaal niet wijzer van. Als je eenmaal in de ring bent, dan moet je het houden, de sportieve tijd houdt helemaal op. Dan moet je dan van een man zien te winnen in zo kort mogelijke tijd. Zijn bijnaam, de Dutch Windmill, waarom die naam? Omdat het een bewegende bokser was. Het was een bewegende bokser, hij sloeg op alles wat bewoog, inclusief de scheidsrechter. Aan iemand die springt en slaat, dat is uniek natuurlijk. En ik denk dat hij daar het aan verdiend heeft. Maar hij wilde doorboksen tot hij niet meer kon. Een enorme sportman, een echte Rotterdammer. En dat deed hij ook in zijn taal. Van de 10 woorden had hij 6 vloeken. Wat vond u nou zijn mooiste uitspraak? Ja, dat ze allemaal de pleurs kunnen krijgen. Ja, ik gaf hem een hoek. Hij heeft nooit meer gebokst. Naast het boksen, hoe ziet de avond eruit? Ja, dat weet ik veel. Er komen een paar nagenaste zangers natuurlijk ook. En la 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 la. En verder wordt er gebokst, ja, tegen Chinezen. Ik bedoel, dat is altijd afwachten, weet je wel. Van de wedstrijden van vanavond? Ja, ik vind ze wel leuk. Alleen ja, kijk, het is boksen is geen vrouwensport. Dat moet je overlaten aan een man. Sport is voor iedereen, zeg ik altijd. Dus moet je geen onderscheid maken. Man of vrouwen, ja, gewoon doen. Ja, maar de tijden veranderen. Het is dichter bij elkaar komen te staan. Dus heel veel vrouwen doen ook dus mannen sporten. En ik juich het wel toe. Dus ik heb met plezier gekeken vanavond. Ook naar de dames. Mensen kunnen zonder legende niet leven.